Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag 12 juli en het is 13 minuten over 10. Ja, ik heb net Rebecca al geappt, kijken of ze wakker is. En dan kan die ook komen. Daar is het prachtig mooi weer. Ik heb de deurwagen weer open. Bij de poort is 33 graden. Ik zit toch nog wel met mijn vest aan. Maar daar, nou, ik weet niet, maar er komt een kip met zure appels aan. Oftewel, slecht weeropkomst. En ik moet vandaag naar fysiotherapie. Ik weet gewoon niet wat ik doen moet. Moet ik een taxi bestellen? Ik weet niet. Nee, want ik ben bang van onweer. En dat wordt er ook voorspeld. Ik vind dat niet leuk. Nee, ik hoor gemiauw. Waar ben je dan? Koekeloerissie. Hé, schat. Waar zit je hier? Onder de tafel. Ja, meisje. Maar oké, lieve vrienden. Wees welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik hoop dat het toch wel aardig knap weer zal mogen blijven. Want ja, ik had jullie beloofd om weer bij de bolden te kijken bij Gregor. En kijk hoe ver hij is gevorderd. En in de spoorstraat op de terugweg. Als ik bij Fysio vandaan kom en vanavond, ja, natuurlijk het vuurwerk, hè. Maar ja, ik weet het niet. Ik pin me er niet op vast, want boven zee komt het vandaan. Ja, van de zee. Nou, en aangezien dat over een paar, ruim berekend, nog niet eens een kilometer van mij vandaan de zee al ligt. Dus ja. Dat is luchtruim dan, hè? Als ik zo hier rechtdoor zou kunnen lopen of kunnen rijden, dan ben je daar met 3 minuten. Ben ik daar nou? Ik rij niet in 3 minuten een kilometer, dacht ik. Ik weet het niet. Geen verstand van. Maar in ieder geval, zo dicht is de zee. Lekker bij mij. Lekker peu. Ja, vind ik heerlijk. Lekker genieten. Maar oké, lieve vrienden, geniet ook van het leven, want het duurt maar even en ja, wie weet, hè? Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga jullie zometeen uit elkaar halen. Zoals in mijn tas doen, dan is dat maar klaar. Want Rebecca is boven bezig en die heeft gezegd, nee. Hier komt geen onweer, het blijft hier zoals het is. Wel bewolking en zon. En het is benauwd, ja, dat had ik ook gemerkt. Het is echt benauwd. Dat ik hoop niet dat ik straks eruit zweet, maar dat merken we dan wel weer. Ja, dan heb ik wel weer andere kleren om aan te doen. Maar in ieder geval, ik ga het uit elkaar halen, want je weet. We gaan op de terugweg eventjes erlangs en dan vloggen we daar even en het komt allemaal wel weer goed, ja! Dus ik zou zeggen, tot dan! Nou, de start van...
dagje maken. Dan ben ik wel weer eens een keer aan toe. Ik hoop dat jullie het even leuk vonden. Gregor is alweer naar huis toe. Dus die zit weer met zijn kont in Duitsland. Jammer dat ik geen afscheid van hem kon nemen. Maar helaas, het is niet anders. Maar ik heb hem op Facebook. Dus komt allemaal wel goed. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ja, Astrid die moest om 2 uur bij haar huis wezen. Dus ja, hoe laat die komt? 2:30, 3 uur zoiets. Dus ja, ik ga lekker door met renderen en de camera proberen leeg te halen. Op hetgene van vandaag na, dat komt nog wel. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is hier triest, het is hier grijs, het is hier benauwd. Begon er net al wat te regenen, maar of het nou doorzet, dat weet ik niet. En jij moet ophouden. Ja. Ik weet niet of het doorzet. Hé? Oeh, moet jij erbij, kerel? Oh ja, hé. Oh ja. Ja, ja, ja. Kijk, kan dat. Kan dat. Nou, kom maar. Kom dan. Ja. Zo, en de kermisgeluiden, die hoor ik hier heel. Althans buiten. Ja, kerel. Je hebt het ook lief, hoor. Ja, je bent ook lief, man. Ja, en hier en daar, op haar troontje, hé, meisje. Jij. Jij hebt je troontje, hè. Mrak, mrak. Ja, dat ga sluiten voor nu even, want ik wil even bijtanken, want ik ben back af, echt wel. Kwartier op de fiets, kwartier op de loopband, want ja, hij moest sluiten, want ze gingen weg, oké. Nou ja, andere week moet ik dinsdag, moet ik Rebecca nog voor weer appen, want dan moet ik ook heen. Want donderdag en vrijdag heeft hij vrij. Hij heeft een lang weekend andere weken. Dus ik moet dinsdag heen. Nou ja, dat komt ook wel weer goed. Zo zeggen, lieve vrienden, later. Ja, lieve vrienden, het is weer 6:30. Bijna. Ik zit nog gelijk even op 10. Want wie niet weg is, is gezien. Zo. Astrid die is net de deur uit, ik was ook buiten, daarom is mijn bril even donker. We hopen dat het een knap weer blijft, want het zonnetje schijnt nou. Het is hier en daar nog wat bewolkt, maar wat blauw er tussendoor. Dus ik hoop dat het zo blijft dat we vanavond naar de dijk toe kunnen. En nog eventjes een stukje kermis in donker kunnen pakken. Dus ja, we weten het niet. Ik hoop het wel. Ja, Astrid die gaat niet mee hoor, want die wil s'avonds het liefst de deur niet uit. Alsof ze bang is dat ze achterna wordt gezeten. Nou, zo ben ik niet. Ik ben niet bang aangelegen. En als ze me moeten hebben, dan komen ze me bij me. Simpel zot. Ja, en dan hoor ik het vanzelf wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En we spreken elkaar later. Ik zou zeggen, tot dan.
had ik dat geweten, had ik daar blijven staan. En dan gaat iedereen daar naartoe. Wat is dit gemeen? Alles is hier altijd in de zee. En nou is het daar geen zee. Dan moet je zien wat hier ook naartoe gaat. Aan de ene kant ben ik er ook bij, dat is toch iets daar. Maar het is alweer mooi. Thank you.
Ja, lieve vrienden, het is al, nou ja, in mijn huisje is het donker, ja. En ik heb de lamp nog in de tas, dus ja, het kan even niet anders. Maar ik ben weer dus thuis en ik moest gauw rennen naar de wc. En ik zal de camera weer eventjes fatsoeneren en leeghalen, et cetera. En ik hoop dat jullie ervan hebben mogen genieten. Enkel, ja, het is bullshit dat ze nou van de andere kant afkwamen en verderop bleven liggen. Niet leuk, nee. Normaal lagen ze altijd op dat plekje en nou helemaal aan de andere kant. Altijd was het daar. En nu, ja. En dan wil Frodo naar binnen. Kom maar. Oh, die is zo blij. Hé, hey, die is zo blij. Die is zo blij. Die is zo blij. Die is zo blij. 1, 2, kom daar. Goed zo. Hé, hey, goed zo. Ja, man. Hé, hey, ja, man. Heel blij hondje. Maar ja, die had ik wel in de gaten gehouden via de camera. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. Ga ik ook zo meteen doen met een bakje koffie en een koekje erbij. En ik sluit deze ook gelijk vandaag de dag af. Ik zou zeggen, wel rusten voor straks. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. En ik zeg, doei doei.